Hallo thuiswerkend Nederland, daar ben ik weer, Tone Wieten. Laat je werk even vallen, het is tijd voor een break. Ik heb jullie volgend weekend 2 oefeningen meegegeven en wat rekken en strekken. Hopelijk hebben jullie de motivatie gevonden om die oefeningen lekker vaak te doen. Over motivatie gesproken, daar heb ik nog een goede tip voor. Die krijg je aan het eind van dit filmpje te zien. Maar eerst 2 nieuwe oefeningen vandaag. En daarvoor hebben we de trap nodig. Trap hoeft niet per se. Keukentrapje, klein krukje, iets dergelijks waar je op kan stappen. Werkt ook prima. De oefeningen. We beginnen met de step-ups. Het is een beetje wat je niveau is. Je kan 1 trede pakken. Gewoon 1e voet eerst. 10 keer. Andere been, ook 10 keer. Als je hem wat zwaarder wil pakken, nou, pak je gewoon 2 treders. En dan doen we ook buikspieroefeningen vandaag. Crunches. Nou, zitten. Handen achter je oren. Niet trekken aan je hoofd. Helemaal naar beneden. En weer helemaal naar boven. Heel simpel. Nou, die oefeningen die gaan we 2 keer 10 herhalingen doen. Allebei 10 herhalingen. En ik doe ze met jullie mee. Laten we beginnen. Linkerbeen eerst. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, wissel, andere been, rechts eerst. 1, 2, 3, 4, 5. Zijn we op de helft, nog 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dat waren er dan 10 per been. Doen we de crunches erbij, buikspieroefeningen ook 10 keer. Helemaal afrollen naar beneden en naar boven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nog 3, 8, 9 en 10. Linkerbeen eerst. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wissel, andere been, rechts eerst, 1, 2, 3, 4, 5, staan we op de helft, nog 5. 1, 2, 3, 4, 5. De buikspieren. Handen bij je oren, niet trekken aan je hoofd. En naar boven. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, nog 3, 8, 9 en 10. Nou, ik vind het eigenlijk wel lekker gaan vandaag. Ik ga er nog een oefening bij gooien. Dat is de lunge. Nou, de lunge is uitstappen. Ene been naar voren. Nou, je probeert je knie net niet de grond te laten raken. En dan stap je weer op. Je kan hem op de plaats doen. Dan stap je weer naar achter. Of, ja, we moeten toch wat water en een stuk fruit pakken. Dan lopen we even naar de keuken toe. Nou, en zo doe je er 10 per been. Totdat je weer een rondje door het huis hebt gedaan. En dan heb je een lekkere bonusoefening erbij gehad. Ik zou voorstellen dat om dit rondje een paar keer per dag te doen. 3, 4, 5. En dan denk ik dat je heel erg lekker bezig bent.
Zoals beloofd heb ik natuurlijk nog een tip voor jullie. Deze tip gaat over motivatie. Hoe blijf je gemotiveerd terwijl je thuis aan het werk bent? Nou, mijn tip is, hou je normale werkritme aan. Sta op tijd op, kleed je meteen aan, ga lekker aan het werk. 'S Ochtends ben je ook het meest productief. En als beloning ben je lekker vroeg klaar, kan je de rest van de dag lekker leuke dingen gaan doen. Lekker hangen, tv kijken, Netflixen, rondje lopen buiten, wat je ook wil. Dat doe ik zelf ook. Ik probeer vaak niet te lang tussen mijn trainingen te doen. Als ik mijn tweede training vroeg begin, ben ik lekker op tijd klaar. Kan ik lekker de rest van de dag op de bank liggen en Netflix kijken. Zodat ik lekker herstel voor morgen. Jullie hoeven natuurlijk niet de hele dag op de bank te liggen. Je kan ook lekker buiten een rondje gaan lopen. Huisje halen, met de hond wandelen. Lekker hand in hand romantisch door het park. Nou, jullie verzinnen vast wel wat leuks. Als je nou vragen of inspiratie nodig hebt of een speciale oefening, laat het me weten in de reacties hieronder. Ik wil jullie bedanken voor vandaag. Hopelijk hadden jullie er wat aan. Blijf gezond, blijf bewegen en tot de volgende keer.